Ja, Dimitri Verhoost, Hebben en Zijn. Een boek waarin er moet afgekikt worden, niet van de drank en de drugs, maar van het leven. Leg even uit, zodat we mee zijn met het verhaal. Het hoofdpersonage is Malado. Wat is Malado. hem overkomen? Ja. Het, het zit zo, in dit boek, voor je doodgaat, moet je dus daadwerkelijk afkikken van het leven... Zodanig dat je helemaal klaar bent voor die dood. Het is een soort van gunst die ons verleend wordt. We zijn er klaar voor. Maar uh, zoals dat gaat met ontwenningen, dat lukt niet altijd. Of soms mm -hmm. wil je niet. En als het niet lukt of als je niet wil ontwennen, dan moet je gewoon terugkeren naar het leven. En dan begint alles helemaal opnieuw op exact dezelfde manier. Ah, en die Malado, je hoofdfiguur is tegen een boom geknald. Ja. ja, en zit dus in die fase. Ja. Dus, uh... Hij bevindt zich daar tussen uh, allerlei mensen van overal ter wereld. Uh, wat ook voor hem een blik opener is. Want uh, ja, hij, hij, het is eigenlijk heel bizar. Het is pas door dood te zijn dat hij begint door te krijgen op welke gruwelijke manier je je leven kan doorbrengen. Dus daar wordt hij een beetje wakker, zal ik maar zeggen. En hij wil niet dood? Het is natuurlijk heel makkelijk voor hem om niet dood te willen. Het is een. Uh, ja, een, een blanke man, een Europeer, hij heeft best een goed leven. Hè. Voor anderen is dat iets anders, en dat merkt hij daar. Ja, ja want er is een uitweg. Hè. Je kan de ontwenningskliniek verlaten op voorwaarde dat je leven weer helemaal van nul start. Ja. Het is van een, geboorte het is een tot een dood, een klassieke gedachte. Ja, hè. Zonder andere keuzes, ja. ja. Nietzsche heeft daar ook heel vaak uh, meegespeeld. Met uh, dit aforisme. Eigenlijk is dat een geluksvraag. Wil je opnieuw beginnen, ja of nee, dat is een geluksvraag. Christel? Amai, je dat is een heel moeilijke vraag. Maar mijn eerste reactie is: nee, ik zou niet opnieuw willen. Uh, stukken van mijn leven absoluut niet opnieuw willen beleven. En zeker omdat je zegt van je kan je kan niet opnieuw keuzes maken. En, en het, het gaat gewoon opnieuw, hoe het verlopen is. Nee, Het is, het is echt, een uh... totaal pakket, hè? het leven. Ja. Het oh. is dus met alles erop en eraan. Ja, ja. Dus het geluk gaat eigenlijk ook niet zonder het ongeluk. Ja. En ik vind dat een prettige gedachte, want daardoor kan ik de ongelukkige momenten toch net iets meer bevrienden. Omdat ze soms ook leiden tot de gelukkige Meneer momenten. Meneer Torfs, zoals u zou moeten kiezen? Ja, ik Zit wil... daar in de ontwenningskliniek? Wil... <laughs> ja, ik wil wel terugkomen. Maar ik geloof ook wel, dat het, dat is, een, het is een boeddhistische gedachte natuurlijk, het, is de, het idee van de reïncarnatie. Van, van, en dat je moet terugkeren totdat je, totdat je klaar bent om, om niet meer te moeten ja. terugkeren. Ja. Alleen, kies Speel, speelt alleen... Er... Zit dat er ook achter? Nee, nee, helemaal niet. Ah ja, oké, okay, ja. want... Nee, het is... Uh, want daar leeft dat echt, hè. Het, Ik denk dat het een beetje begonnen is dat leven te vergelijken uh, met een verslaving, omdat we bij een verslaving de neiging hebben onszelf te beliegen. Nu, dat schijnt wetenschappelijk te verklaren zijn. Dat zou een eiwit zijn dat ergens het varken uithangt in onze memorie. Waardoor we dingen mooier voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn. Dus stel nu voor: ik ben uh, een alcoholist. Ja. Mijn herinnering aan alcohol is eigenlijk veel vrolijker dan, dan het zou mm. de realiteit. Dan de werkelijkheid. Ja. Ja. En ik kan me ook wel voorstellen wanneer je het leven moet gaan loslaten en dat je er nog aan wilt vastklampen, dat je dan toch vooral die toffe dingen weer gaat bovenhalen. De reden waarom je in leven wil blijven. Ben jij verknocht aan het leven? Ik leef zeer, zeer graag. Ik, vind het, uh... ik heb mij vooralsnog niet ingeschreven voor de dood. Ik heb geen zin om daaraan mee te doen. Ik kan me daar ook immens vervelen, denk ik, <laughs> in die dood. Uh, maar goed, anderzijds uh, word ik wel vrolijk van het hele idee dat het leven zinloos is. Je wordt vrolijk van het idee dat het leven zinloos is. Ja, maar dan zinloos op, op een manier dat ik hier niks hoef te doen. Ik heb hier geen taak. Ik ben hier niet gezet om iets te bewerkstelligen. Ik hoef geen, uh, geen tien op tien te halen om straks in een of ander paradijsje te komen. Uh -huh. Ik vind dat een prettige gedachte. En dat maakt gewoon... ook dat alles, alles van ethiek, uh, wat hier op aarde is. Dat dat om een heel zuivere reden is. Dat is ethiek, omdat we ethiek willen. Dus ik wil niet goed doen omdat mij dat straks een plaats in de hemel oplevert. Nee. Ik wil goed doen omwille van het goed doen. Dus wat dat betreft vind ik de zinloosheid van het leven iets schoons. Maar je bent toch met een, met een uniek talent op de wereld gekomen, Dimitri. En je bewijst dat nu. Zit daar dan niet heel veel betekenis en zingeving in? Ja, ja, maar dat is absoluut zingeving. Hè. Dat is Schijn. zingeving binnen het frame van het leven. Maar geen, geen zin in de zin van... <laughs> ja. uh, daarna nog iets wat we, ah, wat zo, we nu iets moeten iets doen. om, moet om ja. daar te graven. Ja, 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 ja. Niet in het grotere plaatje. Ja, ja. mm -hmm. Sowieso, het ja. gaat hier allemaal naar de knoppen. Hè. Die zon ja. gaat ook maar beperkt mee, dus alles gaat en onder. Die Malado die, uh, krijgt ook een denkoefening van zijn kansler. degene die de ontwenningskliniek daar uh, leidt. Stel dat je een bakje bezit waarmee je het leven kan doorspoelen telkens wanneer het saai of ongemakkelijk. Wanneer je het saai of ongemakkelijk vindt. Of ze op double speed zetten zodat het een double beetje beter <laughs> vooruit gaat. Zou je veel of weinig doorspoelen? Op dit moment zou ik niks doorspoelen. Voor mij is alles nu Fantastisch. Ik heb een heel gelukkig leven met mijn gezin en ik ben blij met wat ik mag doen. En u? Ja, ik moet zeggen, ik heb een jonge baby en zo slaaploze nachten doorspoelen, dat <laughs> lijkt mij wel aantrekkelijk. Ik zou meteen 18 jaar... Uh... <laughs> ja. <laughs> ja. Was, ja, zou je doorspoelen? Nee, ja, maar dit is wat ik daarnet zei, het is een totaalpakket. Het is eigenlijk zonde om dat te doen. Ik zou mijn hele schooltijd... Er, er doorjassen. Er zijn vast mensen die zomaar een relatie van twintig jaar zouden doorspoelen. Maar het is zonde. Want het, uiteindelijk heeft dat toch heel veel. hebben al die slechte momenten, ook al die ellendige uren wiskunde. Uiteindelijk neem ik ze toch ook ja. wel weer mee in, in de goede dingen, hoor. Het is zonde. Ja. Het is niet Als we elke, elke dag een, een kwartier op het wc zitten, dan brengen we een jaar van ons leven. <laughs> Wc door. Moeten we dat nu doorspoelen of van, niet? Nee. Dat, dat, moment, he, dat moment. Van doorspoelen gesproken, ja. inderdaad. Hoe kom je er eigenlijk bij om dit boek te schrijven? Alles begint met denken en daarna ja, ga je de tuin in met de haagschaar of de zeis. Dit is de moeilijkste vraag die je mij kan stellen: van waar komt inspiratie? Als ik dat zou weten, dat de, dan heb ik de sleutel te pakken. Dus ik, ja, de golf, een golf kan je niet maken, maar je kan mm -hmm. ze pakken. Dus ik moet geduld hebben en wachten dat het komt, het idee. En als het er is, moet ik er klaar voor zijn. Maar hoe ik dat nu in elkaar bricoleer, ik heb daar geen idee van. Want ik las in Humo dat je bijna dood geweest bent. Ja, maar dat heeft er niks mee te maken. Nee, want je was dit, was dit al aan het schrijven. Ja. ja. Met me zo'n vervelende gedachte dat je denkt dat er na dit leven ook niks meer is. Ik ben een atheist die oprecht hoopt dat hij zich vergist. Ik, uh... ik zou het tof vinden dat er nog iets is, maar. Kijk, ik heb de tools niet. Filosofisch heb ik geen enkele tool om na te denken over een leven na de dood. Dus wil ik daar ook niet te veel over nadenken. Het gaat toch niet. Ik kan daar niks over zeggen. En dan kom je eigenlijk ja, al snel uit bij de filosofen, de fenomenologen. Een moeilijk woord, ik bleef er bijna aan. Ja, maar het is niet gebeurd. Het is niet gemakkelijk ook, hoor. Nee, is... En ja, die zeiden ook van, we moeten nadenken over de dingen waarvan we weten dat ze er zijn. Al die verspilde hersencellen, waarom zitten we na te denken over iets waarvan we niet eens weten dat het er is. is. Voor alle duidelijkheid, bijna dood geweest, was de longontsteking die uh, je ja. gehad hebt. Malado. Malodo. Malodo, dat uh, slaat op jou ook. Ja, een hernia-leidertje, he. dan, uh... ja, dan... Het woord malodo, Dan smokkel je dat erin. Hebben en zijn... Ja, ligt in de boekhandel. Dank wel, Dimitri je... Verhulst. Dank wel ook mijn andere gasten. Zometeen op Canvas, tweede aflevering van Bariloche over de kinderen en kleinkinderen van Vlaamse collaborateurs die naar Argentinië zijn gevlucht. Morgen is Zualdi meer te gast bij Ivan op vrijdag. Bedankt voor het kijken en tot maandag.